Voorzitter, collega's, ministers. Toen de Vlaamse regering afgelopen weekend een akkoord bereikte over de krachtlijnen van de begroting 24, had iemand het over glunderende ministers. Het mag dus niet verbazen dat een deel van die glundering ook afstraalt op de fractievoorzitters van deze meerderheid. Met andere woorden, voor u staat een tevreden fractieleider. Tevreden omdat de minister-president en zijn Vlaamse regering hier een begroting presenteren die gezond is. De vooropgestelde doelstelling dat we na de impact van de corona- en de Oekraïne-crisis in 2027 opnieuw een begroting in evenwicht willen hebben, blijft behouden, collega's. Bij ongewijzigd beleid wordt in 2028 zelfs een overschot van een klein 500 miljoen verwacht. Tevreden omdat deze Vlaamse regering een aantal duidelijke keuzes heeft gemaakt. Een duidelijke keuze voor een warm Vlaanderen met een stevige investering in de kinderopvang. Een nood die alle partijen in dit parlement erkenden en erkennen. Een verhoging van de middelen met 270 miljoen. Dat betekent dat deze regering het budget voor de kinderopvang tijdens deze legislatuur heeft verhoogd. Eerst van 400 naar 800 miljoen. En nu naar 1,1 miljard euro. Meer dan een verdubbeling, collega's, bijna een verdrievoudiging. Een duidelijke keuze voor een welvarend Vlaanderen waar werken en ondernemen beloond wordt, of beloond worden. Met een stevig activeringsbeleid om iedereen die kan werken aan de slag te krijgen. Met de versterking van de jobbonus om de laagste lonen op te trekken. Een budgetverhoging met 117 miljoen nog in 2023. Maar wij blijven ervoor pleiten dat ook de federale regering ervoor zorgt dat werken meer loont. Die federale regering heeft hier immers nog steeds de belangrijkste hefbomen in handen. Een duidelijke keuze van onze regering, van onze Vlaamse regering, voor extra investeringen in de onderwijskwaliteit en extra maatregelen tegen het lerarentekort. Een budgetverhoging van 105 miljoen euro, extra middelen voor hoger onderwijs, voor BSO en TSO, voor lerarenopleiding. De voorbije 3 jaar kwamen 11.500 leerkrachten binnen, collega's, via zijinstroom. En die zijinstroom wordt nu nog extra ondersteund. Laat ik ook iets zeggen over milieu en klimaat. 50 miljoen extra voor de Blue Deal en 52 miljoen extra voor mijn verbouwpremie om ons beter te wapenen tegen klimaatverandering. Het zijn duidelijke keuzes om de welvaart en het welzijn in Vlaanderen veilig te stellen. Nochtans, collega's, was het startpunt van de begrotingsgesprekken niet per se rooskleurig. De crisissen duwden de begrotingen in het rood, ook in Vlaanderen. Gelukkig, collega's, had deze Vlaamse regering een gezonde financiële basis geërfd van haar voorganger onder leiding van Geert Bourgeois. Het is mede dankzij die inspanningen van de vorige Vlaamse regering dat de huidige behoorlijk goed gewapend was tegen de crisissen die haar pad hebben gekruist. Maar ook vandaag zijn er nieuwe tegenvallers. De economische groei die slabbakt, de inflatie die hardnekkig blijkt en de woningmarkt die afkoelt. Een krant schreef gisteren dat de regering nu meer gaat uitgeven, terwijl de volgende regering dan maar moet zien waar ze de middelen haalt om die uitgaven mee te betalen. Niets is minder waar, collega's. Deze regering zegt duidelijk waarvoor er extra uitgaven komen, maar geeft ook meteen aan waar die middelen vandaan moeten komen. Van doorschuiven naar de toekomst is dus geen sprake. De budgetten waar de Vlaamse regering mee aan de slag kan en moet, komen van de werkende Vlamingen. Laat ons dat vooral niet vergeten. De middelen zijn altijd beperkt. Dat is zo in een huisgezin, dat is zo in een bedrijf, dat is ook zo bij de overheid. En dus moeten er keuzes worden gemaakt. Wat ga je doen en wat ga je niet doen? En die keuzes werden gemaakt in een goede verstandhouding tussen de regeringspartijen. De schulden van vandaag, collega's, zijn de belastingen van morgen. De schulden die de regeringen in dit land vandaag maken, moeten morgen terugbetaald worden door de toekomstige generaties, door onze kinderen en kleinkinderen, collega's. En daarom laat deze Vlaamse regering en haar minister van Begroting, Matthias Diependalen, het begrotingsevenwicht in 2027 niet los.
Deze Vlaamse regering zet opnieuw de tering naar de nering. Als enige regering in dit land, collega's. Als enige regering in dit land. Wat vandaag op tafel ligt, zorgt ervoor dat de volgende Vlaamse regering niet moet starten met een gat in haar begroting. Daardoor zal ook de volgende regering tegen een stootje kunnen. Het akkoord werd gesloten in een constructieve sfeer, collega's, door, ik citeer, glunderende ministers. Zo hoort het ook. Ik vind glunderen trouwens zo'n schitterend woord dat ik het nog eens ging opzoeken in het woordenboek der Nederlandse taal. U kent het misschien, dat is het grootste woordenboek ter wereld. Men is eraan begonnen in 1849 in Gent. En glunderen, ik citeer, in toepassing op personen met een fris, gezond uiterlijk of over wier gelaat een glans van genoegen, opgewektheid of voldoening ligt. Glunderen betekent voor ons dus niet, collega's, zelfgenoegzaam achteroverleunen, maar tevreden zijn met het geleverde werk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we op die manier een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van 6,5 miljoen Vlamingen. Dank u wel.